beste allemaal, welkom bij weer een nieuwe Marieke's Go. En het is weer dinsdag, lieve mensen, en dat betekent dat wij op jacht gaan naar kunst in Kampen. In het mooie Kampen. In deze aflevering heb ik een afspraak gemaakt met kunstenares Marion de Montagne. Ja, lieve mensen, en ik ga iets heel bijzonders doen met Marion. Ik ga namelijk een kunstroute volgen in Kampen. En natuurlijk gaan wij naar haar prachtige mooie kunstwerken kijken. Daar begon ik eigenlijk. Nou ja, het is dus een culturele aangelegenheid die heel belangrijk is voor Kampen. En dat ga ik met jullie delen in deze vlog. Zo mensen, ik ben bij Marion. Marion van den Berg is het eigenlijk. Dus ik ga er nu aan jullie voorstellen. Ik ben Marion van den Berg. Ik heb Marieke uitgenodigd om een stukje mee te lopen tijdens de kunstroute in Kampen. Weg van kunst. We gaan zo meteen naar het Gouden Hart. Daar gaan we het sieradengedeelte bekijken van de expositie. En daarna gaan we naar de Geerstraat waar mijn stukken van Kampen in de etalage staan. Deze horen niet bij de officiële route, maar toch wel leuk om even te gaan kijken bij mijn werk. Nou, we lopen dus nu in het Gouden Hart van Kampen en moeten kijken hoe mooi dit is, mensen. Echt prachtig. Ik loop gewoon achter Marion aan. Want zij gaat ons ook wat vertellen en laten zien natuurlijk. Echt heel mooi hier. We gaan nu kijken naar de sieraden. Kijk eens hoe mooi, mensen. Prachtig. Marion lijkt nu de route zien en wij zijn dus nu bij Frank van Zwicht. Prachtige sieraden maakt hij. Hier een hele mooie kast. Heel mooi. Nou, ik sta hier met de kunstenaar die prachtige mooie sieraden heeft gemaakt. Frank van Zwicht en ik ga hem even aan u voorstellen. Ik woon in Diepenheim, dat is een kunst- en cultuurstadje. Iets onder Markelo gelegen met 6 kastelen. En op dit moment bekend dat ook ex-minister Kamp er woont. Maar het allerbekendste is het met de kunst die daar te zien is, zomer en winter lang. En ik ben sieradenmaker en ik werk heel veel met titanium. Want titanium heeft het grote voordeel dat je daar een kleine oxidelaag op aan kunt brengen en erin breekt het licht. En het licht breekt met alle kleuren van de regenboog. En dat maakt het heel speels. En het is super, super licht. Dus ondanks dat het groot is, is het ook heel erg draagbaar. En daar ben ik nu al 25 jaar mee bezig. Met veel plezier. En heeft u ook een website? Ik heb uiteraard een website, frankvanzwicht.nl. En daar kun je nog veel meer op zien. Ik maak ook af en toe bijzondere dingen als amstketens en onder andere voor de Hof van Twente. Toen Diepenheim een onderdeel van werd, heb ik voor Ank Beideveld, nu minister van Defensie, een heel mooi vrouwelijk amstketen gemaakt. Want ik vond dat het niet altijd van die mannen dingen moesten zijn. Daarna kreeg ik een meneer, die wou zo'n verwijf ding niet om. En toen heb ik er nog één gemaakt, huidzondelijk. We hebben dus een mannelijk en een vrouwelijk amstketen in de Hof van Twente. En nu hebben we mevrouw Nauta en die heeft weer het vrouwelijk om. Dus wat dat betreft, ik ben van alle markten thuis, maar mijn sieraden zijn op zich voor mannen en vrouwen. Dat is net wat je wil. Het is prachtig. Dankjewel. Nou mensen, we gaan nu kijken naar Marion, haar kunst.
Dit is mijn kunst. Het zijn allemaal stukken van Kampen. En de stukken van Kampen ben ik gaan schilderen toen ik voor de workshops die ik in het Stedelijk Museum gaf, inspiratie nodig had. Dus ik ben de stad ingegaan, ik heb de mensen gefotografeerd, de panden, alles wat ik tegenkwam, wat ik specifiek Kampen vond, heb ik een stuk van Kampen genoemd. Dus dat zijn hele kleine details, maar ook gewoon ja, grotere dingen. En daar heb ik een certificaat bij gemaakt. Het certificaat is opgesteld in het Nederlands, in het Kampers. Frans, Duits, Engels, Hongaars en Hebreeuws. Allemaal omdat we een aantal partnersteden hebben in Kampen en die moeten het ook kunnen lezen. Als je even goed kijkt naar de etalage, dan zie je hier de Kamper uien. Die zijn nog in wording. Ik heb er een aantal gemaakt, want er was best veel vraag naar. Hier zie je een aantal stukken van de ramen van de buitenkerk. Hier zie je een gedeelte van de poort. Hier zie je nog een stukje van de buitenkerk. Daar het huis der dolfijnen, nog een stukje buitenkerk, een stukje bovenkerk. Hierboven zie je een stukje wat ik gewoon op straat heb gevonden, een pin-up blikje. Wat leuk. Dat is ook een detail van Kampen. De olifant, nou ja, dat is echt een stuk van Kampen. Ik heb daarachter heb ik er nog een paar hangen. Beeldjes die ik in de etalage heb gezien of een graffiti op een elektriciteitskastje. Het wc-gedeelte van de Stedelijk Museum. Daar zie je Geert Wilders sticker geplakt op een bord. Dat is een stukje IJsselmuiden. Ja. Een stukje bij de glasfabriek staat een element wat daar in de tuin stond. Nou ja, ik verpak ze dus. Er zit een certificaat bij. Een stuk van Kampen, een label. En op het label staat waar je het stuk van Kampen kan vinden dat je zojuist hebt gekocht. Hier staan nog een aantal schilderijtjes die zijn aangekocht door het Frans Walkaten Archief. Hier zie je Gert de postbode, dat is een levend stuk erfgoed. Een enorme snor. Ja, en hier zie je de draak die moest weggehaald worden, maar die hing altijd in de steeg bij Bakker Bart. En die rookte. Want hij was over een ventilatierooster geplaatst. En daar lagen 'swinters enorme drakenspeeksel onder. Oké, nooit geweten. Nee, maar als het hard vriest, dan droogt dat op. Of tenminste, dan bevriest dat tot een soort stalactieten, stalagmieten, hoe heet die dingen? Ja. Twee mensen in de etalage. De een is Marie-José Bremer. Die maakt hele verfijne kleine illustraties. Ja, prachtig. Mooi. Ries van der Veen, houten vogels. Een heel mooi ijsvogeltje had hij, maar die is al verkocht. Zo Marion, waar kan de kijker jou zoal vinden en waar kunnen ze dingen bestellen en waar ben je te vinden op het grote social media? Ik ben te vinden op de website www.marionvandenberg.nl, stuk van Kampen. En daar kun je al deze kleine dingetjes terugvinden, daar kun je ze bestellen, ze kosten €50 per stuk. Je kunt ze gewoon reserveren of bestellen. We gaan nu het historische centrum binnen. En Marion, we gingen nu naar Christian Kruidwaard. Ik weet niet hoeveel kruid die is, maar Christian Kruidwaard heet hij. Oké, dank je. Er zit hier mevrouw op een bankje. Celebrate life, fantastisch. Goedendag. Ik kom even kijken naar de expositie. Ja, dank u wel hè. En dat is de kunstenaar, mensen. En Marion kent hem natuurlijk. Chris. Ja. Prachtig, mensen. Ja. Prachtig. Thank you.
de kunst is wel heel mooi ruimtelijk en indrukwekkend. Ja. Vind je dit mooi? Ik vind het prachtig. Het is heel mooi met juist dit soort behang erachter. Ja. Dat past er wel bij. Ja. Wat vinden jullie van de kunstroute van Kampen? Ik vind het wel heel leuk en interessant. En er is van alles te zien en alle oude gebouwen kun je dus in. Het is ook een mooie gelegenheid, want normaal loop je natuurlijk, je woont er al je hele leven. Je loopt er niet zo even in en nu heb je wel de gelegenheid. En dan je kan ons eigenlijk echt kennen. Het is echt wel een hele mooie oude stad met zijn geschiedenis. Geniet zij er ook van? Ja, ze geniet er ook van. Ze kijkt er ook naar. Ze heeft nu vandaag net haar nieuwe bril op, maar ze kijkt overal. Ja, ze is echt geïnteresseerd voor de kunst. Nou, superleuk. Dankjewel. Nou mensen, we hebben nog iets heel moois gespot. Kijk, wat we gespot hebben is echt in het toilet. Kijk. En wat zien we hier? De deur van de kluis. Wauw. We mogen nu de bank in. Oh my god. Goudstaven. Nou mensen, en ik ga er nu eentje pakken. Goudstaven meenemen. En dit kan natuurlijk alleen in het mooie Kampen. Nou Chris, succes hè. Dankjewel. Doei. Nou lieve mensen, we zitten heerlijk aan de witte en de groene thee in de Eenhoorn. En ik ga Marion nog een paar vragen stellen, want ze doet nog veel meer. Ik heb allemaal foto's gemaakt tijdens de kunstroute en die kun je dan zien op Facebook. Nou Marion, ik wil je super bedanken. Ik vond het heel erg leuk vandaag. Ik vond het hartstikke leuk. Heel leuk super. Om met jou op pad te wijzen. Ja, gezellig. Gaan we denk ik vaker doen. Gaan we vaker doen. Helemaal goed. Dankjewel hè. Dankjewel. Nou lieve mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze Marieke's Go. En ik vond het hartstikke leuk vandaag. Op pad met Marion die eigenlijk liever achter de camera staat dan daarvoor. Dus die hebben we binnen. Ik zou zeggen, abonneer je op mijn kanaal. Want het is gewoon hartstikke leuk en hartstikke leerzaam. En daarbij, het is gratis. En daar houden we van. Geef leuke likes, vind ik ook super tof. En ik zou zeggen, tot de volgende Marieke's Go. Bye bye. En kijk vooral op jacht naar kunst in Kampen. In het mooie Kampen.